Slachtoffers van seksueel misbruik durven vaak geen aangifte te doen, omdat ze bang zijn om niet geloofd te worden. Daar krijgen ze immers bijna allemaal mee te maken, ook het vermeende slachtoffer van Marco Borsato. Volgens Ruud de Wild is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat ze gewoon een bootje boos, verward of rancuneus is. Marco's aangeefster zegt dat de zanger zich vanaf haar 15e misbruikte en deed daar in december 2021 aangifte van. Er klinken momenteel geluiden in de media dat Marco niet vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie, maar dat heeft nadrukkelijk geen betrekking op deze zaak, maar op zijn vermeende handtastelijkheden bij The Voice of Holland. Wat vindt Ruud ervan? Hij vertelt in zijn radioshow De Wild in de middag dat hij gevoelens van medelijden heeft met de zanger. Ik heb wel echt serieus met Marco Borsato te doen, aldus de liefdespartner van Olcay Gülse, die ambassadeur is van Air Women, een orgaan dat zich inzet voor de empowerment van vrouwen. Ruud houdt er serieus rekening mee dat Marco hier het grote slachtoffer is. Weet je waarom? Stel je nou eens voor dat het toch een vergissing was en dat die mevrouw misschien toch niet helemaal heeft gezien wat er gebeurd is of dat het niet waar is of dat het allemaal gelul is, dat het gelogen is omdat ze gewoon boos was, of omdat ze in de war was. Hij vervolgt, dat kan, hè? Dat zou kunnen. Stel je nou eens voor dat je Marco Borsato bent. Wat dan? Dan is je leven kapot, voor altijd. Die man komt al 3 jaar niet buiten. Eerder sprong Ruud ook al in de bres voor Ali B. en Jeroen Rietbergen, maar zij worden nu daadwerkelijk vervolgd voor het Openbaar Ministerie. Het lijkt erop dat Ruud hen nog steeds het voordeel van de twijfel geeft. Hij grapt, goorlappen zijn het hoor. Ali B. heeft Jeroen Rietbergen echt een paar keer verkracht. De radio-dj lijkt het allemaal wat overtrokken te vinden. Alle gekheid daargelaten even, maar Ali B. en Jeroen Rietbergen worden vervolgd, maar het is niet aan ons om daarover te oordelen. Vindt hij dat men over het algemeen te snel oordeelt? Ja, dat vind ik wel. Dan start Ruud een plaat van Marco Borsato in.